Jouw gegevens komen er zo niet uit als ik deze achternaam en die geboortedatum invul. Dus weet je zeker dat dat klopt? Hoi. Hallo. Mogen we even uw kaartje controleren? Want we zagen u naar boven lopen en toen liep u terug naar beneden. Dat viel ons op. Wil je het stophuis? Ja, dank u wel. Fijne dag. Niks aan de hand, alles op orde. Op het perron wel een reiziger die niet ingecheckt is. Ja, maar dat is je eigen verantwoording, dat je wel kijkt wat er op het kaartje staat. Ik weet natuurlijk niet of jij hem gekregen hebt of dat je misschien al heel de dag op aan het reizen bent. Ja, dat is, ik heb hem gekregen. Ja. Maar ik heb zelden gewoon mijn OV. Ik heb gewoon mijn OV bij hem, kijk hier. Even checken. Maar het vervelende is dat je daar nu wel een bekeuring voor gaat krijgen. Bekeuring? Ja. Nee, waarom voor wat? Omdat je een kaartje hebt wat niet geldig is voor jou. Is dat in het minder? Dus heb je dan mag je zelden op? Nee, ja, maar dat kan ik, dat ga ik later. Nee toch? Maar ja, wat collega zei, je hebt nu geen geldig vervoersbewijs. Heb jij je identiteitsbewijs bij je? Ga je voor dit boete geven? Ja. Waarom? Voor wat? Omdat je iets doet wat niet mag. En daar staat een bekeuring op. Ja, het is niet moeilijker dan dat. Ja? Het is niet moeilijker dan dat. Ik leg u precies uit wat is, maar je wilt niet luisteren. Ik luister wel. Nou ja, maar ik wil wel mijn metro pakken, want anders ga ik weg. Nee, dat gaat niet. Nee, maar ik moet deze wel hebben, want anders... Dat gaat niet, ik moet even die bekeuring uitschrijven. Even moeten, man. Ga ik geen zorgen. Nu gaan jullie mij vertragen. Nee, je had gewoon gelijk je paspoort moeten geven, dan waren we eerder klaar. Dat was helemaal niet klaar. Hij komt over 1 minuut. Hoe is hij klaar zijn? Je hebt gewoon niet klaar zijn. U had nu al klaar kunnen zijn. Ja? Nee, alsjeblieft, krijg ik die weer terug? De bekeuring is €54 als ik hem naar huis opstuur. Je mag hem ook gelijk betalen, is die €40. Wil je daar gebruik van maken? Ja, stuur hem maar naar huis. Oké. Okay. Je hebt net al verteld waarom je met dat kaartje reist, maar ik moet jou officieel vragen naar je verklaring. Je hoeft niet te antwoorden, maar ja? Oké. Okay. Krijg je deze vast terug, alsjeblieft? Nee. Had jij verder nog vragen? Helemaal niet. Oké. Okay. Hier staat op uitgelegd hoe je de bekeuring kan betalen. Hij is ook geldig om 2 uurtjes op te reizen. Fijne dag. De jongeman baalt. En dat mag, maar hij heeft zelf geen saldo op de OV-pas gezet, waardoor hij onbetaald reist. Hey, mag ik even je kaartje zien? Dankjewel. Alsjeblieft. Het trio reist door naar Schiedam. Daar kiest iemand het hazenpad als hij de handhaver ziet. Hey, mag ik nog even je kaartje controleren? Ja, ik ben mijn kaart bij een vriend gegeven. Oké. Okay. Dus ik ga nu ook terug naar Rome. Ja, dan ben je wel een beetje laat, want dan had je hier niet mogen zijn. Ja, ik was vergeten daar zo. Ik kom nu in Rome. Maar hoe kom je hier binnen dan? Ik heb gewoon ingecheckt en toen heb ik het aan hem gegeven. Dus hij staat hier beneden? Ja, in Rome. Kom even naar beneden. Oké. Okay. Heb je wel een identiteitsbewijs bij je? Ook niet. Leuk. Nou, iets anders met je naam erop. Dan gaan we heel even in gesprek. Even blijven staan. Want dan je gaat er in principe een bekeuring voor krijgen. Er staat de camera op mijn verlicht. Ja, klopt. Die filmen mijn werk. Ja. Maar je gaat er een bekeuring voor krijgen als je geen kaartje hebt. Dus ik wil graag even weten wie jij bent. Mijn naam. Heb jij misschien een bankpasje bij je of een zorgpasje of iets? Nee. Niks met je naam erop? Nee. Oké. Okay. Nou, eens even kijken. En je maatje die is hier beneden, zeg je? Ja, die is nu daar. Maar ik weet niet of die hier is nu. Nee. Oké, okay, nou. Ik ga in ieder geval jouw gegevens even invoeren. Gaan we kijken hoe ver we komen, ja? Wat is jouw achternaam? Ja, we waren de mensen op het perron aan het controleren. Terwijl we aan het controleren waren, zag ik iemand die wegliep. Nou, dat valt natuurlijk op. Meneer aangesproken. Bleek geen kaartje te hebben. Ik kwam eerst met een excuus dat zijn vriend het kaartje zou hebben, dat hij was vergeten. Puntje bij paaltje klopte dat verhaal niet helemaal. Meneer had geen kaartje. Dan probleem nummer 2. Zijn naam duikt niet op in het systeem. Jouw gegevens komen er zo niet uit als ik deze achternaam en die geboortedatum invul. Dus weet je zeker dat dat klopt? En hoeveel kost die boete? Voor het niet hebben van een kaartje? Ja. Als je hem gelijk betaalt, €40. En achterop? €54. Maar let wel op, als de gegevens die jij mij opgeeft niet kloppen, dan zit daar een hele dure bekeuring aan vast voor het opgeven van valse gegevens. Dus klopt dit zo? Nee. Oké, okay, nou, wat is jouw achternaam? De geboortedatum klopt wel? 18 juli, oké. Okay. Heb je het zo goed gedaan? Oké. Okay. Want ook dan krijg ik er nog niks uit. Excuse me, I need to go to the clinic.
Weer meerdere achternamen. Heb je ook geen foto bij je voor je identiteitsbewijs? Ik heb niks. Oké. De jongen gaat zoeken in zijn mobiele telefoonhoesje. En dan ineens... Oké. Oh, kijk nou. Hey. Was je vergeten dat je hem bij je had? Ja. Nou, dat is niet zo handig. Jouw verhaal is niet echt geloofwaardig zo, hè? Ja. Cool. Ergens had ik nog een beetje twijfel. Misschien ben je je kaartje wel echt vergeten. Maar dan ga je vervolgens staan liegen over je achternaam en je geboortedatum. Dat is niet slim. Nou, zoals ik al zei, je gaat een bekeuring krijgen omdat je geen kaartje hebt. Je bent niet verplicht om mij te antwoorden. Je zou zelfs een advocaat mogen raadplegen. Maar wil jij een verklaring geven omdat je geen kaartje hebt? Ik had geen geld. Ik had geen geld, oké. Dit kaartje wat je van mij krijgt, daar staat op uitgelegd hoe de bekeuring betaald kan worden. En hij is ook geldig om 2 uurtjes op te reizen. Dat is je identiteitsbewijs. Kijk ermee uit, hè, met alles wat je doet. Want die valse naam opgeven, dat is een bekeuring van €400. En voor het niet tonen van je ID-kaart kan je een bekeuring krijgen van €109. Dus wees slim en zeg volgende keer gewoon gelijk de waarheid hoe het zit. En hoe betaalt die boete dan? Er staat hier een rekeningnummer, daar kan je het op overmaken. Betaal je hem niet gelijk, dan krijg je een brief thuis gestuurd en dan staat het nog een keer in uitgelegd. Ja? Meneer gaf in eerste instantie een valse naam op, valse gegevens. Die gegevens komen bij mij er niet uit, dus dan gaan we verder zoeken. Uiteindelijk hadden we dan bij meneer een identiteitsvering gaan uitvoeren. En dan was nu het identiteitsbewijs naar boven gekomen. Had hij dat niet bij, dan was hij aangehouden voor de wet-ID. Zou naar het politiebureau gaan en dan zou hij daar een bekeuring krijgen voor het opgeven van valse gegevens. Dus het is het verstandigst om gelijk de juiste gegevens op te geven. Dat scheelt je een hoop tijd en geld. Oké, ik ben klaar verder. Je kan je weg vervolgen, dus ondanks dit een fijne avond. En ja, wees volgende keer gewoon wijs en spreek de waarheid. Ja? De jongeman had voor €572 aan boetes kunnen krijgen, maar komt nu weg met €54. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.